Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Vandaag laat ik je zien hoe je een sandwich maakt met vegan eiersalade en vegan bacon. En dit heb je nodig. 3 tablespoons sojasaus, 1/2 teaspoon liquid smoke, 2 tablespoons olie, 1/2 tablespoon maple syrup, 3 tablespoons edelgistvlokken, gerookt paprika poeder en zwarte peper. En dat roer je goed door elkaar. En verder heb je rijstvellen nodig. Deze kun je kopen in de supermarkt of in de toko. En deze rijstvellen, die knip je in stroken. Vul een platte schaal met water. En neem een andere platte schaal en vul die met het mengsel dat je net hebt gemaakt. Verwarm intussen de oven voor op 200 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. En pak 2 stroken. En deze stroken dompel je onder in het water. En haal het teveel aan water met je vingers eraf. En haal de stroken vervolgens door het mengsel. En leg de stroken dan op de bakplaat. En herhaal dit tot de stroken op zijn. Bak de bacon een minuut of 7 in de oven. Laat het na het bakken iets afkoelen. En leg de bacon dan op een roostertje, zodat het goed kan drogen. En dan is het tijd om de eiersalade te maken. En daarvoor heb je nodig een snuf curry, een snuf kalanamak, 2 tablespoons mosterd, 200 gram vegan mayonaise zoals Remia Mayolijn, en peper en zout en een blok tofu. Meng de mayonaise met de mosterd, currypoeder, peper, zout en kalanamak tot een saus. Verkruimel het blok tofu met een vork of met je vingers in kleine stukjes. Doe de stukjes in de schaal en meng met de saus. En tijdens het mengen kwam ik erachter dat ik helemaal de kurkuma ben vergeten. Kurkuma, oftewel geelwortel, zorgt voor een gele kleur. En dat is wel zo mooi bij een eiersalade. En ook zie je hier de bacon niet, want dat bedacht ik dus ook pas later. Ik maakte dus eerst de eiersalade en toen bedacht ik mij, hier zal wel bacon lekker bij smaken. Dus uiteraard moet je hier dan wel de bacon op doen op de sandwich. En tenslotte nog een lekker ideetje. Je kunt witlofschuitjes ook vullen met de eiersalade en toppen met in kleine stukjes geknipte bacon. Dat is een heerlijk hapje. Bedankt voor het kijken en vergeet niet om deze video een duimpje omhoog te geven en je te abonneren op dit kanaal, zodat je niets hoeft te missen. Tot gauw!